Lorraine Jubitana zegt dat ze met haar benoeming als directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling in Hiemsen niet minder kritisch zal zijn naar de overheid. Tot voor kort was ze nog directeur bij de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden. Jubitana ziet dit juist als een goede kans om de belangen van de inheemse te behartigen. De uitvoering van het Kalinja en Lokono vonnis is momenteel een heet hangijzer. Traditioneel gezag heeft mij gevraagd om dit te doen, weet je, om deze uitdaging aan te gaan. En ik ga ervan uit dat wij, omdat outfit, weten we dat het Kalinja en Lokono vonnis uitgevoerd moet worden. En wij gaan ervan uit dat het ministerie, het is een internationaal vonnis. En ik denk dat het alleen maar kan bijdragen dat het wel wordt uitgevoerd, omdat ik ook bij FITS was. Ik denk dat ik dan ook beter kan uitleggen waarom het wel noodzakelijk is om het te doen. Ik heb deze functie geaccepteerd om mijn mensen, de gemeente, inheemse gemeenschap, te helpen. En niet alleen om het vonnis, want er zijn veel meer dingen dan het vonnis. Weet je, het gaat over de rechten van inheemse volken en de positie van de inheemse binnen de Surinaamse samenleving. Lorraine Jubitana, ook de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel, denkt dat de benoeming van Jubitana gunstig zal zijn voor de uitvoering van het vonnis. De bewindsvrouw heeft onlangs een gesprek gehad met de president en de vicepresident daarover. Het gesprek is geweest. Wat we nu hebben is dat we samen met de directeur van FITS is nu, gisteren heeft de directeur dus overgenomen van als directeur van Duurzame Ontwikkeling inheemse. Waardoor ik denk dat het heel makkelijker kan zijn. Ik heb dus dit besproken met de president. En de president is dus willings om dus we zullen een presentatie houden voor de president. En aan de hand daarvan dus de volgende afspraken maken. En aangezien de directeur dat nu zelf zit, denk ik niet dat het een probleem zal zijn. En dat was dus minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport.